Ik fiets. Wat is scootmobiel? Fietsen. Dinsdagochtend stond er een heuse fiets- en scootmobieltour op het programma in de gemeente Heusden. De deelnemers reden in totaal 30 kilometer door verschillende dorpen. Tussendoor was er een lunchstop in Waalwijk. Lekker met z'n allen erop uit. Mensen onder elkaar. Allemaal dezelfde gedachte. Heerlijk. Hartstikke mooi. En hartstikke goed. En heel goed mee eten en alles. Perfect hoor. Elke dinsdag en donderdag in de maanden juli en augustus kunnen thuisblijvers meedoen aan verschillende activiteiten die worden georganiseerd door Bijeen Heusden. Wij organiseren dit omdat er toch veel ouderen en kinderen die niet financieel toegankelijk zijn om op reis te gaan, om daarvoor leuke activiteiten voor weinig geld om die te organiseren. In de zomermaanden voelen mensen zich vaker alleen en is het gemis groter als ze niet op vakantie kunnen gaan. Dit is een van de buurthuizen die in de vakantie open is. Andere buurthuizen zijn ook wel open, maar ook beperkt. Dus we willen de mensen uit Heusden toch iets aanbieden om hun zomer door te brengen. De activiteiten worden druk bezocht. Het is inmiddels de tweede keer dat de fietstocht wordt georganiseerd. En we merken gewoon, vorig jaar was het al druk. Toen hadden we ongeveer rond de 400 bezoekers en we zitten dit jaar al wat voor ingeschreven heeft, zitten we al op rond de 700 mensen en kinderen dan erbij. Ja. Jammer dat deze dinsdag het weer niet meewerkt. Ja, en dan moeten er nog meer komen, als het goed is. Want ja, heel klein clubje is eigenlijk jammer. Maar het kan heel gezellig zijn. Het leek vandaag bijna niet door te gaan, maar gelukkig gaat het wel door. Ja, we gaan door. We hebben Buienradar nagekeken. En die zegt dat we droog weer hebben. Met hier en daar een mini buitje. En de mensen hebben allemaal een regenpak bij. Dus we gaan ervan uit dat we droog blijven. Zo niet, ja, dan zal de pret niet drukken. Ook met sneeuw rij ik ook gewoon. Dus nee, prima. Ja, ik ben niet zo vrouw van de weer. Ik heb liever dit weer dan 30 graden hoor.